Larry. Mos groeit op steeds meer plekken, naarmate u beter weet waar u naar moet zoeken. In het bos natuurlijk. Maar ook gewoon in het open veld of op rotsen voor mijn pad. Trek uw laarzen maar eens aan om er hoop volop uit te trekken. Goed om u heen kijken is belangrijk, want mos leidt veelal een verborgen bestaan. De reden voor veel natuurliefhebbers om deze plantengroep, want dat is het, tijdens wandelingen en excursies over het hoofd te zien. Daar ziet u ze al. Is het mos? Ja hoor, het is mos. Ongeacht afkomst, leeftijd of ras, zinkt u door de knieën. Wat ziet het mos er mooi uit? De schoonheid van het groen doorboort uw gemoed en u beseft als bij toverslag dat er meer in het leven is dan cocktailparties en jam-sessies. Is het bos wat het u gezien heeft? Het bijvoorbeeld muursnavelmos. Een kalkminnend mossoort met knikkende kapsels en meestal stompe blaadjes? Nou, dat is best mogelijk, want er zijn, schrik niet, maar liefst 520 soorten. Als u tenminste beschikt over een handige loep, want veel typische kenmerken van mos zijn met het blote oog nauwelijks kenbaar.
minuten 1 tot 2 centimeter lange spruiten. U heeft werkelijk geen idee, ik trouwens ook niet meer. De lectie wordt eens klaar, dus ik ga nu stoppen. Groetjes.